De cijfers van Ziggo waren ongeveer zoals we hadden verwacht. De omzet was ongeveer zoals de marktverwachting. En de resultaten, bruto resultaten en operationele resultaten waren een tikje beter. Dus dat was denk ik aan de goede kant van het verhaal. Kijken we naar de nieuwe abonnees voor de all-in-one, dus die triple play, internet, bellen en tv. Dan was die groei ietsjes beter dan het vierde kwartaal van het afgelopen jaar. Maar duidelijk minder dan het eerste kwartaal van 2012. Je ziet dus dat die groei duidelijk afzwakt. De omzetgroei is ook niet echt heel erg hoog en als je kijkt naar wat de verwachtingen waren voor dit jaar, is die ook nu verlaagd naar de onderkant van de range die ze eerder hadden afgegeven. Wat speelt er nou bij Ziggo? Nou, het punt is dat KPN een veel betere internet, IPTV propositie heeft, die behoorlijk kan concurreren met Ziggo. En dat was in de afgelopen jaren niet zo. Daarom kon Ziggo heel veel klanten afpikken van KPN. En nu zien we eigenlijk het omgekeerde gebeuren. Dat KPN toch weer klantjes kan afsnoepen van Ziggo. En dat wordt op de langere termijn denk ik wel wat lastiger. KPN is behoorlijk goed gepositioneerd. En als je kijkt naar de mobiele propositie. Dan is KPN eigenlijk de enige die internet, tv en bellen vast en mobiel kan aanbieden. Zogenaamde quadruple play. En dat is voor Ziggo toch een stuk moeilijker. En KPN heeft als enige een landelijke dekking. Dat kan misschien opgelost worden doordat UPC misschien Ziggo over zal nemen of de moeder van UPC. Maar ja, dat is nog meer, denk ik, een meer lange termijn verhaal. Als we kijken nog naar de schuldpositie, dan is de leverage, zeg maar de hefboom, ietsjes verlaagd. Maar de netto schuld is nog wel aan de hoge kant hoor. 3,15 keer aangepaste EBITDA. Ik vind het relatief hoog. Wij hebben een niet aanbevolen advies op Ziggo vanwege die toegenomen concurrentie en de hele hoge schuldpositie van het bedrijf. We hebben er geen koersdoel bij, maar we denken dat het op zich op dit moment aan de hoge kant gewaardeerd is.